geliefde broeders en zusters, dit is Land, Land, hoort des Heren woord. We mogen weer voor de troon van de Heer gaan om Hem aan te roepen, maar we willen Hem eerst loven en prijzen. Heilige drie-enige Heere God, Heilige sterke God, Heilige barmhartige Vader, we loven, we prijzen U. In alle nederigheid, maar tegelijk vol ontzag komen we voor uw troon van genade. Schepper van al wat leeft, we geven u eer, gewoon om wie u bent, koning der koningen en heer der heerscharen. We willen u zeggen, Vader, dat we van u houden. En we danken u dat u van ons houdt, ondanks onze tekortkomingen. U alleen bent God, er is geen andere buiten u. En we danken u, Vader. Dank u, Heer, dat we uw Vader mogen noemen door Jezus Christus, onze Heer. Dank u voor het kruis, Heer Jezus, waar u het grote werk heeft volbracht voor onze zonde, voor de zonde van de totale mensheid. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Dank u dat we uw hemelvaart mogen gedenken. En vieren dat u op de troon zit naast de Vader. U draagt de zegenkroon. En samen met de engelen zingen wij uw eer. We loven uw wonderbare raadsman. Sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Dank u voor de rijkdom van uw genade. Heer, koning, niet op grond van onze gerechtigheden. Storten wij onze smeekbeden voor u uit, maar op grond van uw barmhartigheden. U bent barmhartig. En u bent heilig, Heere grote God. En we vragen u om ons te helpen, ook een heilig leven te leiden. Vader, want anders kunnen we niet in uw buurt komen, in uw tegenwoordigheid. Help ons heilig te leven. En wilt u ons vergeven? Wat we verkeerd hebben gedaan, gedacht, gezegd. Heer, maak ons rein voor u als gelouterd goud, puur goud. Was ons schoon met het bloed van het lam. Heer, uw bloed alleen maakt rein en vrij. Elke dag weer, Heer. Heer, Heilige Geest, wilt u ons doorzoeken? En haal weg wat niet is tot uw eer. We verootmoedigen ons voor u, o mijn God. We komen voor u met het lichaam van Christus. Heere, help ons uw stem te verstaan, onze plaats in te nemen, te luisteren, meer te luisteren naar wat u ons te zeggen heeft dan dat wij zo vaak praten. Laat het geen monoloog zijn, Heere, maar laten wij luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Heer, we bidden voor onze geestelijke leiders, voor de leiders van ons land. We bekeren ons en zoeken uw aangezicht. Wees ons genadig en herstel. Herstel onze gezinnen, herstel alle leden van de gezinnen, mannen, vrouw, kinderen, o mijn God. Herstel ons land. We brengen in het bijzonder onze kinderen bij u, Vader Koning. Bedek hen met uw bloed, o Heer Yeshua, tegen de aanvallen van de vijand. Bescherm onze gedachten, waar de vijand het eerste aanvalt. Heer Heilige Geest, we plaatsen onze kinderen, we plaatsen onszelf onder uw autoriteit. In de naam van Jezus. Bescherm de kinderen, o mijn God. Voor de verleidingen, maar help hen, Heer, dat ze u zoeken terwijl ze nog jong zijn. Vader Koning, we brengen de totale mensheid, deze chaotische, gebroken wereld, die in barensnood is, leggen we aan uw voeten neer, o mijn Koning en mijn God. Heer, liefde, er is nauwelijks liefde. Help ons, Heer. Waar we zijn, die liefde van u
over te brengen. Niet alleen door te praten, maar het ook te laten zien aan onze naasten. Door onze naasten bij te staan, onze broeders, hoeders te zijn, o mijn God. En die liefde te tonen in de naam van Jezus. Vader Koning, we bidden voor Israël, waar het zo onrustig is, Koning Jezus. Heer, u alleen kunt vrede brengen, vredevorst. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, we bidden voor alle partijen, o mijn God. Grijp in, grote God. Sta hen bij, Heere. Wij kunnen niet oordelen, Vader, maar we brengen het bij U. We bidden voor dit land, Heere, dat U als een voorbeeld, als een licht hebt gesteld voor andere naties. Dank U, Heer, dat U nog steeds alles onder controle heeft. Al zien we het niet altijd. Maar de vijand, zoals het lied het zegt, de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar hij zal als kaf verdwijnen in de naam van Jezus. Dank u wel, Heere, voor uw woord, voor gebed. Twee machtige wapens die u ons hebt gegeven. Help ons er meer gebruik van te maken, Vader. Heer, we trekken de geestelijke wapenrusting aan. En gaan achter u aan. Maar u bent het, Heer, de held die voor ons strijdt. The battle belongs to you, Lord. Zonder u zijn we verloren. Maar met u springen we over muren. Met u zijn we meer dan overwinnaar in de naam van Jezus. En Heer, we proclameren voor ons land, voor onze regering. Almachtige God, u bent de koning van alle koningen, de Heer van alle heren. U heeft macht over het koningschap van mensen en u geeft dat aan wie u wil. Ook het huidige gezag is door u ingesteld. We bidden, Heer, voor alle gezagsdragers van Suriname, ons land. Het land waar u ons geplant heeft. Leid onze regering waarheen u wilt. Geef sterkte aan onze regering en doe de goddelozen van hen weg. Geef dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Laat ons land vol worden van de kennis van uw heerlijkheid. Laat uw koninkrijk baan breken in ons land, o grote God. Kom tot uw doel, Heer. Heere Jezus, waar u bent, zal de duisternis moeten wijken. En wordt het nieuw. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus overwinnaar. U bent de overwinnaar. En wij aanbidden u, onze aanbidding is voor u. Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, we loven, we prijzen en we eren u. Vader, Zoon en Heilige Geest, in uw naam, Heer. Halleluja. Amen. Amen. God zegen, geliefde broeders en zusters. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer. En dat in de gemeenschap met de Heilige Geest. Wat is het toch mooi om deze dag te beginnen. Wij mogen elke dag heel blij zijn. Elke dag dankbaar zijn. Want ook vandaag mag ik u vertellen over de liefde van God voor ons allen. De liefde van God voor de mens. Dat is niet te omschrijven in simpele woorden. Och nee, het is niet eens te omschrijven met woorden. Liefde van God is een mysterie, zou je kunnen zeggen. Alleen God kan het zelf uitleggen aan ons en het ons laten voelen door de kracht van de Heilige Geest. Wanneer wij ons leven
aan een eerlijke beschouwing onderwerpen, dan komen we al gauw tot de ontdekking dat wij voor een groot deel niet leven volgens Gods wil. En dan praat ik niet over verschrikkelijke dingen. Het zijn soms simpele dingen in onze gedachten, in ons handelen, in ons spreken. Dingen die wij doen waarvan wij soms niet eens doorhebben dat zij tegen Gods geboden ingaan. Maar daarom juist beseffen wij de grote genade van God. Daarom kunnen we nou elke dag voor zijn troon van genade verschijnen en hem om vergeving vragen. En ook vandaag zeg ik, Heer, vergeef ons, zodat wij rein zijn en dat er geen obstakels zijn tussen u en ons, zodat wij in onze relatie met u een krachtige band mogen hebben en niet mogen afdwalen van de weg die u voor ons heeft voorbereid. Heer, vergeef ons. Vandaag lees ik een klein stuk voor u uit Jesaja. En het gaat om Jesaja 51, de versen 7 en 8. En die luiden als volgt. Luister naar mij, u die de gerechtigheid kent. Volk dat mijn wet in zijn hart heeft. Wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. Wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed. De mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan en mijn heil van generatie op generatie. Wanneer we dit zo lezen, dan is er hier vooral een belangrijke boodschap. En het gaat dus om Gods gerechtigheid. Gods gerechtigheid is ware gerechtigheid. De gerechtigheid van mensen, als zij niet met de Heer verbonden zijn, is geen gerechtigheid. Maar de gerechtigheid die de Heer ons geeft, ook om de gerechtigheid te doen, dat is gerechtigheid. Overigens, gerechtigheid in de nauwere betekenis van het woord, betekent de wil van God doen. Dus het is niet gewoon goed zijn, of het is niet gewoon volgens menselijke regels leven, of goede sociale regels, die zijn ook belangrijk. Maar vooral de wil van God doen, dat brengt ware gerechtigheid. Dat maakt ons tot evenwichtige en stabiele en rechtvaardige mensen. Rechtvaardigheid en gerechtigheid komen van de Heer. Hij is ons grote voorbeeld. Hij laat ons zien wat de ware gerechtigheid is. Dit vers roept het volk op, het volk dat de wet van de Heer in zijn hart heeft. Ja, het volk dat wordt opgeroepen hier op dat moment, dat is de gerechtgeaarde Israëlier, want Jesaja schreef voor het volk van Israël en had een boodschap van God voor Israël. En allen die erbij gekomen zijn. En zij die zich hebben verzoend met de God van Abraham, Isaac en Jacob, door middel van Yeshua, Jezus de Christus, Jezus de Messias, die zijn erbij gekomen en die mogen weten dat in hun hart de wet van de Heer geschreven is. En dat gebeurt door middel van de leiding van Gods geest. Wij mogen zeggen dat wij gerechtigheid doen, gedreven door de Heilige Geest. Maar om die gerechtigheid te doen, om gerechtigheid na te leven, moeten wij een relatie hebben met God. Zonder relatie met God, zonder die connectie die we hebben met de Heer, kunnen wij dus niet de gerechtigheid doen zoals de Heer dat zou willen. En gerechtigheid, nogmaals, is op de eerste plaats Gods wil doen. En als Jezus Christus uitlegt wat Gods wil doen is, dan zegt hij
Ja, dan vat hij de geboden samen en hij zegt: heb de Heer lief met geheel uw hart, geheel uw verstand, met al uw kracht. En, ja, met uw gehele ziel ook. En hij zegt: en heb de naaste lief als uzelf. Het is dus in principe niet mogelijk om te zeggen: ik hou van de Heer, maar ik hou niet van mijn medemens. En omgekeerd al helemaal niet. Ik hou van mensen, maar ik hou niet van God. Dat is zijn tegenstellingen, dat zijn contradicties, die gewoon, het kan gewoon niet. Het is gewoon niet mogelijk. Het is zo dat indien je van God houdt, jij automatisch compassie zal hebben voor jouw medemens. Indien je van God houdt, zul jij geneigd zijn om zijn wil te doen. En zijn wil doen houdt in dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En omdat we onze naaste lief hebben, gaan wij dingen doen die onze naaste tot voordeel zijn en niet tot nadeel. Dat betekent, onze naaste benadelen zit er niet bij. En dan denk ik aan de verschrikkelijke mate waarop mensen elkaar benadelen. Zonder dat je het soms doorhebt. Zonder dat zij het doorhebben. In hun gedachtengoed, ja, zit eigenlijk een zucht naar meer voor zichzelf. En daarbij zijn ze niet bang om de anderen te benadelen. Zo ontstaat dan ongerechtigheid. Ongerechtigheid dat zolang de Heer niet werkelijk in ons hart is, steeds maar wordt bedreven en niet wordt, ja, het wordt niet gecorrigeerd. Men is geneigd anderen te benadelen en het goed te praten. Men is geneigd te moorden en het goed te praten. Men is geneigd te stelen en het goed te praten. Men heeft wel voor alles een uitleg, want het is makkelijk om snel iets te bedenken in plaats van werkelijk in het hart te kijken en na te gaan of dat hart wel gevuld is met de kracht van Gods geest, met de gerechtigheid van de Heer, met de wet van Gods, van de wet van God geschreven in het hart. Begrijpt u dat wij als gelovigen een bijzondere taak hebben om onder andere in ons land een belangrijke rol te gaan spelen als het gaat om gerechtigheid en alle ongerechtigheid af te wijzen? Begrijpt u dat wij ons zodanig moeten opstellen als gelovigen dat er geen ruimte is voor ongerechtigheid? Anders kan de gerechtigheid van de Heer geen post vatten in onze natie. Snapt u dat wij daarom een relatie met God moeten hebben, hem om vergeving vragen, zoals in Psalm 51, of zoals Daniel 9, waar hij zegt: wij hebben gezondigd, in plaats van zichzelf vrij te pleiten, maar gewoon het hele volk en zichzelf erbij te nemen en zeggen: Heer, vergeef ons, want we hebben gezondigd. Begrijpt u ook, geliefden, dat wij als gelovigen in de bres moeten staan voor ons land, want er is ook in ons land, zoals er overal ter wereld is, maar in ons land, laten we dat even daarover hebben, een grote mate van ongerechtigheid. En elke vorm van ongerechtigheid moeten we afzweren en wegbidden, om het zo uit te drukken, want anders blijft dat staan. En we moeten ook vergeving vragen voor de fouten die in ons land gemaakt worden. De fouten die te maken hebben met ongerechtigheid. Mensen zijn oneerlijk tegenover elkaar. Mensen zijn geldgierig. Mensen zijn hebzuchtig. Daardoor ontstaat er criminaliteit. Ik las pas nog dat achter elkaar, elke dag heb ik een paar dagen achter elkaar gelezen hoe rovers mensen hebben beroofd, geslagen, verwond, zonder grondige reden. En wat was de buit soms? 200 SRD of een mobiele telefoon. Kortom, het gaat niet eens om het bedrag. Al is het 1 miljoen, al is het 100 miljoen. Wij zullen geen gerechtigheid plegen. Wij dienen onze naaste lief te hebben. En
Ik hoorde een prachtig getuigenis van een man die een andere, ik zal niet te veel in details gaan, maar een man die een andere zodanig had mishandeld en hem voor dood had achtergelaten. En dan, na jaren, komt hij die man weer tegen. Intussen is die man die de andere had mishandeld, is bekeerd en schrikt als hij die andere tegenkomt. En denkt dat die andere dus wraak zal nemen of hem niet heeft vergeven. Hij is nu natuurlijk bekeerd, zijn hart is veranderd. En dan zegt de andere man tegen hem, ik heb al die jaren voor jou gebeden. Ik heb het verhaal een beetje op mijn manier verteld. En dan beseft hij dat het gebed van die ene geholpen heeft dat hij tot bekering is gekomen. En heeft ingezien dat hij fout leefde. Dat zijn manier van leven niet was om op te bouwen, maar om kapot te maken. Snapt u, geliefde broeders en zusters, welke belangrijke rol wij hebben om het licht der wereld te zijn in onze natie en in deze wereld? En dan staat er in het vers van Jesaja staat er ook nog iets moois. Er staat, maak je niet druk over wat mensen zeggen. Maak je niet druk over hoe mensen denken. Kijk niet naar de wereld, kijk niet naar de ongelovigen, maar begin jij zelf gerechtigheid te beoefenen en weet dat ik achter je sta, zegt God. Dus wanneer wij gerechtigheid beoefenen, wanneer wij het goede doen, wanneer wij naar Gods wil leven en onze naasten niet benadelen, maar juist een voordeel zijn voor onze naasten, een hulp zijn voor onze naasten en Gods werken doen in onze samenleving, een goed woord brengen naar anderen en vooral ook bidden, zoals Jezus zegt, voor onze vijanden. En dan zeg ik vijanden tussen aanhalingstekens. Want het is niet de bedoeling dat we vol vijanden zijn. Ja. Maar werkelijk bidden voor de mensen die ons naar het leven staan. De mensen die ons liever zien gaan dan komen. De mensen die ons aan het werk hebben beledigd. De mensen die ons in de familie hebben beledigd. De partner met wie we ruzie hebben gehad. Dat kind dat niet wilde luisteren. Of dat ons gebrutaliseerd heeft. Kortom, die ouder die dat kind heeft mishandeld. Wij, als u gelooft, ja, als u een van de benadeelden bent, als u beschimpt bent geworden, belachelijk bent gemaakt, ga niet met dezelfde munt terugbetalen. Wat u ook niet moet doen, en dat zie ik steeds vaker gebeuren als gelovigen, dat zij dan met het woord van God vloeken gaan uitspreken. Ik heb nooit gelezen in de Bijbel dat een vloek ervoor gezorgd heeft dat iemand tot bekering is gekomen. Maar ik heb wel gelezen hoe blij de hemelse gewesten zijn, de engelen zijn, als er één tot bekering komt. Dus wij gaan het woord van God niet gebruiken om onze eigen wroeging en ellende en boosheid op mensen goed te praten. Dat oordeel blijft natuurlijk altijd bij God. Maar we gaan dat oordeel niet over mensen heen spreken. Want het is de Heer die altijd oordeelt, niet wij. Uit alle verhalen in de Bijbel waarbij er oordeel is, is het de Vader die oordeelt. Hij oordeelt, hij wordt in de Bijbel aangegeven soms als de landman, de meester. Kortom, wij gaan daarover niet oordelen, maar we zijn geroepen tot gebed, tot vergeving, want we zijn ook fout, we maken ook fouten. Ja, en er zijn ook mensen die door ons waarschijnlijk ook ooit beledigd zijn, of gepijnigd zijn, of benadeeld zijn. Ja, ook nog voor u tot bekering bent gekomen, heeft u veel dingen fout gedaan, maar men heeft u vergeven. Soms heeft u misschien geen vergeving ontvangen, maar wij gaan ons niet daarop focussen. Leer vergeven, want dat is een van de manieren om gerechtigheid te beoefenen. Vergeven, want ook daar wordt weer soms een verkeerd beeld van gecreëerd. Vergeven moeten wij doen. Ja? Dat wil niet zeggen dat mensen aan hun gerechtigheid hun gerechtigheid zullen ontlopen. Mensen die foute dingen doen,
zullen met de Heer te maken krijgen. Absoluut. En de wereld heeft wetten gemaakt, om dat ook eventjes aan te geven. Dus als zo'n jongeman wordt opgepakt, ik zeg jongeman, het is maar een voorbeeld, die een andere heeft beroofd, geslagen, dan zal hij niet ontkomen aan de wet van het land. Daar moeten we ons ook aan onderwerpen, aan de wetten van het land. Maar natuurlijk, wij onderwerpen ons op de eerste plaats aan Gods wil, aan Gods wet, want die staat in ons hart geschreven. Broeders en zusters, deze woorden van de profeet Jesaja zijn een hele grote bemoediging voor mij vandaag en ook voor u, voor ons allen, want zij geven duidelijk aan dat wij op de eerste plaats ons niet moeten richten op degenen die, ja, die ongerechtigheid plegen. Wij als kinderen Gods dienen te bidden, bidden voor herstel, bidden voor reiniging van dit land, reiniging van afgoderij, reiniging van oneerlijkheid, reiniging van geldzucht, reiniging van corruptie, reiniging van de leugen. Er zijn zoveel zaken die niet kloppen. Ja, criminaliteit, verkeerscriminaliteit. Wij hebben een taak. Wij moeten op de eerste plaats een ander beeld laten zien. En niet gaan meedoen met die wereld. Hebzucht, gierigheid, dat hoort niet thuis in ons leven. Als wij het goede voorbeeld geven en de gerechtigheid des Heren beoefenen, komt er redding voor onze natie. Wees daar maar van overtuigd. We hoeven daarover absoluut geen twijfels te hebben. Als wij de gerechtigheid doen, komt er een verandering in onze natie. Maar het is een strijd. En die strijd moeten we voeren met de geestelijke middelen en wapens die wij gekregen hebben van God. Een van die geestelijke wapens is inderdaad de gerechtigheid. Laten wij ons daarover bezinnen. En laten wij het ook werkelijk gaan doen. En daar zit een beloning in, want de Heer zegt dat Hij degene die gerechtigheid doet, degene die leeft volgens zijn wil, degene die denkt aan zijn naaste en zich opoffert voor de goede dingen. Ja, als u een baan hebt, dan offert u zich op in het werk, want u heeft dat werk van God gekregen. Nou moet ik wel ook heel eerlijk zijn dat u ook moet evalueren wat uw werk inhoudt en of er gerechtigheid wordt uitgeoefend daarin. Ja, en als er tekenen zijn van ongerechtigheid of oneerlijkheid, dan moet u daar aan het werk een licht zijn. Maar als u gedwongen bent om ongerechtigheid te beoefenen in uw werk, dan zou ik zeggen, of u maakt er melding van, of u vertrekt en zoekt iets anders. Het is een zwaar offer wat ik nu van u vraag. Maar u zal op de eerste plaats Gods wil doen en niet de wil der mensen. Want de Heer zal u daarvoor rijkelijk belonen. Ik wil u vragen om met deze boodschap de week in te gaan. En ik zeg u, de Heer zal u zegenen als u een mens bent, een man, een vrouw, een jongeling die doet wat hij verlangt. En de wereld zal daar respect voor hebben. Ik dank u en ik groet u en ik zeg God zegen. Tot de volgende keer. Amen.